Ik ben een heel erg een mensenmens. En dat is denk ik ook de reden dat ik dus uiteindelijk het gevoel had dat ik niet op mijn plek zat achter een laptop de hele dag. En dat bevestigt het onderwijs nu alleen maar. Want ik word gewoon heel blij van de hele dag mensen om me heen. Lekker die reuring en gewoon de gezelligheid. Maar ja, ook, ik vind het gewoon heel belangrijk dat iemand zich goed voelt. Dus ook de kinderen op school. Ja, dat is zo'n groot deel van hun leven. Als zij het hier fijn hebben, ja, dan pas kunnen ze leren. En ik vind het heel mooi als ik daarin iets kan betekenen. Vorig jaar was ik druk bezig met afstuderen. En naarmate dat moment steeds dichterbij kwam, kreeg ik ook steeds meer het gevoel van, wil ik dit eigenlijk wel? Want ik zou voornamelijk dus op kantoor belanden. En eigenlijk past dat helemaal niet zo bij mij. Dus toen ben ik eigenlijk via via bij het zij-instroomtraject terechtgekomen. En vanaf het moment dat ik daarover las, liet het mij niet meer los. En dat is voor mij eigenlijk wel een teken geweest van, hey, hier moet je wat mee. Dus toen ben ik daar eigenlijk achteraan gegaan. Tijdens mijn zoektocht kwam ik al heel snel bij Cordeo scholengroep terecht. En toen ben ik eigenlijk niet meer verder gaan zoeken. Want er stond heel duidelijk op hun website, wij zijn op zoek naar zij-instromers. En ik kwam bij hun identiteit uit. En dat past heel erg bij mij. Ik was echt op zoek naar een christelijke school waar ik de kinderen ook dat stukje kan meegeven. Dus toen was de beslissing vanuit mijn kant snel genomen. En met 6 discipelen die er dan zijn. Toen waren het nog... Ja, je wordt eigenlijk natuurlijk meteen in het diepe gegooid. Dus dat was wel eventjes wennen. Er gebeurt zoveel en ook in zo'n rap tempo en ook allemaal tegelijkertijd eigenlijk. Soms zie je 5 dingen tegelijk. Dus je wordt daarmee wel de hele tijd scherp gehouden. En wat ik vooral heel interessant vind is dat er heel veel kleine trucjes eigenlijk zijn die wel een heel groot verschil kunnen maken. De kinderen die zien daar eigenlijk niet zoveel anders aan, want die zien gewoon iemand voor de groep staan. En als je zegt dat dat de juf is, dan is dat de juf. Maar ik heb ze wel in het begin uitgelegd van hoe dat precies zit. Omdat ik natuurlijk maar 2 of 3 dagen in de week op school ben. Dat ik daarnaast dus nog studie doe. En ja, toen zaten ze echt gewoon te knikken van, oh ja, dat snap ik. Nou, en verder ben ik gewoon de juf en dat zien zij verder niet zo, denk ik. Goed bezig. Ik heb van mijn collega's echt al heel veel geleerd. Het leuke ook aan deze school vind ik dat het is een best wel klein team. Dus we zijn heel betrokken op elkaar en je spreekt elkaar dus ook wel vaker dan wanneer je natuurlijk op een grote school werkt. En ja, ik heb eigenlijk van allerlei collega's al allerlei tips ontvangen. Ik kan altijd even bij ze binnenlopen voor een vraag. Maar vaak gebeurt het juist in de tussendoor momentjes, zeg maar. Dat je even ergens tegenaan loopt en dan gewoon de eerste de beste aanspreekt. En nou, hop, er komt een oplossing uit of een tip. En dan ga ik dat weer proberen. Dan ben ik altijd weer geïnspireerd om die dingen te gebruiken in mijn groep. En zo ontdek ik een beetje mijn eigen stijl. Ik zou dit traject zeker aanraden. Als je een aanpakker bent, dan zou ik dit zeker doen. Want het mooiste vind ik gewoon dat je dus je werk en je studie meteen combineert. Je gaat er meteen volle bak, zeg maar, voor. Ja, je leert daar gewoon heel veel van. En dan vraagt dat in 2 jaar tijd wel even veel van jouw aandacht en energie. Maar dan heb je er wel iets heel moois voor terug.